Twee blauwe ballen. Tja. Waar zou dit over gaan? Natuurlijk, lading. Elektrische lading. En elektrische lading, waar komt het vandaan? De oorsprong is het atoom. Kijk, dit is meneer Rutherford en die heeft een model gemaakt van het atoom. Nou, we noemen niet voor niks de vader van de kernfysica, maar dat doet er niet toe. Het gaat om het atoom. Kijk, dit is het atoom. En wat zit er allemaal in? Nou, in de kernmiddelste daar zitten twee dingen. Neutronen, niet zo interessant, ze hebben geen lading. Maar die andere dingen, dat zijn protonen en die hebben een positieve lading. En die positieve lading, ja, die zorgt ervoor dat die kern zelf positief is en eromheen cirkelen de negatief geladen elektronen. En ieder elektron wordt dus aangetrokken door die positieve kern. Ja, daarom blijft zo'n atoom ook bij elkaar. Omdat er evenveel elektronen zijn als protonen, is het geheel wel weer neutraal. Dus de kern is positief, wat er omheen zwermt is negatief, maar van buitenaf bekeken, van een afstandje, is het gewoon neutraal. Nou, nu heb je zo'n elektron, en vooral de buitenste elektronen, ja, die kunnen er wel eens een keer van afvliegen. En voor je het weet, dan gaat die hoep weg. En die elektronen, ja, die zorgen ervoor dat metalen kunnen glijden. Dat in metaal een stroom kan gaan lopen. Ja, en die elektronen, nou staat het al, hè, vrije elektronen. Kijk, dit is zo'n stukje metaal. En die vrije elektronen, ja, die zwermen er zo een beetje doorheen. Ja, en ja goed, hier hebben ze nog niet een specifieke richting. Hè. Pas als je er spanning over zet, dan gaan ze echt naar één kant toe stromen. Ja, en dit is een glijder. Ja, tegenstander van de glijder, ja, tegenhanger van de glijder, is deze. Ja, dat is de isolator. Die elektronen zitten natuurlijk nog wel allemaal een beetje los, maar niet zo los dat ze los kunnen komen van het atoom. Dus ze bewegen wel, maar ze kunnen niet meer heen en weer springen. Ja, en dit is de isolator. Nou, we gaan even naar die lading toe. Ja, eventjes een paar dingetjes. Het symbool voor de lading is de hoofdletter Q. Eenheid, dat is deze. De hoofdletter C, Coulomb. En jawel hoor, daar hebben we weer zo'n persoon. Ja, een natuurkundige. En die heeft zijn naam geleend aan de eenheid van lading, de Coulomb. Hoe groot is één Coulomb, zul je je afvragen. Althans, ik zeg het. Stel je voor, ik heb twee bolletjes. De ene bol, die geef ik een lading van plus 1 coulomb. En de andere bol, geef ik een lading van min 1 coulomb. En zit precies 1 meter tussen elkaar. Dan trekken ze elkaar aan. En met welke kracht trekken ze elkaar aan? Nou, met 9 miljard newton. Nou, 9 miljard, kijk, 1 miljard is al behoorlijk. Nou, dan weet je wel van precies 9 miljard kilogram, dat is niet te houden. Oftewel, één coulomb lading, nou, die kom je niet tegen. Ja, je hebt vaak pas millicoulomb of microcoulomb en zelfs picocoulomb. Het zijn hele kleine hoeveelheden lading die je tegen zou komen. En een elektron, die heeft zo'n lading. En ontzettend klein. Je ziet hoeveel het is, is min 0, nou heel veel nullen en dan pas een 1 en een 6. Dus je kunt het misschien beter schrijven op deze manier. Min 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. En dit is een heel specifieke lading. Die heeft ook een speciale letter gekregen, namelijk de E. De lading van 1 elektron is dus min E coulomb. Nou, die E noemen we de elementair lading. En dat is de kleinste hoeveelheid lading die je ooit tegenkomt. Ja, dus als iets een lading heeft, dan kan het nooit kleiner wezen als deze lading. Nou, ook hier weer eens. Kijk, stel je voor, ik heb weer die twee ballen. Maar nu geef ik ze niet een coulomb, één coulomb, maar ik geef ze 1e. Ja, dit is 1 plus e. En kijk eens aan, ja, hier hebben we de min e. En ze staan
op niet 1 meter achter afstand, maar op een hele kleine afstand. Ja, dat betekent dus, nou behoorlijk klein, dat ze elkaar dus wel weer kunnen aantrekken. Hè? Hoe groot is de kracht? Niet zoveel, hè? 2 keer 10 tot de macht min 10 newton. Maar dat is wel ja, de praktijk. Ja? Die elementaire lading is klein en ja, die kracht is ook redelijk klein. Deze hoeveelheid trouwens, dat komt ook in het waterstofatoom voor. Hè? Het waterstofatoom met een positieve kern en het elektron eromheen, ja, die heeft precies een straal van 1 keer 10 tot de macht min 19. Dus deze kracht, 2 keer 10 tot de macht min 10 newton, die komt ook voor in het waterstofatoom. Daardoor blijft het waterstofatoom wel bij elkaar. Nou, eens kijken hoor. Hé, hey, 2 bolletjes weer. Wat nu? Kijk eens aan, nu al. Bedankt voor het horen. Tot ziens.